Kijk, hoppakee, efficiency 5. En dan noemen we deze gelijk een brandbreker 2.0. Dit is de brandbreker 2.0, jongens. Kijk of ze daar kunnen... Wat? Wat doet Kwast hier? Deze massaproductie moet gestopt worden. Mijn computer gaat laggen. Nee, Kwast! 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 Nee! Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag sta ik hier weer bij mijn prachtige kasteeltje. En ja jongens, je ziet het goed. Hij is van buiten natuurlijk helemaal klaar. We zijn net klaar met de oorlog. Ik ben mijn brandbreker kwijt. Ik ben erg verdrietig erover. Erg verdrietig. Maar, een voordeel is... Anne, die heeft me een cadeautje gegeven. Ik heb 3 stacks zand. Ik heb wat 3 diamonds. Ik heb een enchantment ticket. Cactus. Ik heb allemaal dingen gekregen van haar. Omdat ik haar heb gesupport in de oorlog. Dus ik ben blij dat ik niet voor Voren heb gekozen. Voren heeft me helemaal niks gegeven. Maar ze hebben ook verloren, dus dat is logisch. Ik heb een leuke planning voor vandaag. Een hele leuke planning. En dat is namelijk beginnen met het interieur voor mijn basis. En ik wil ook hier wat exterieur nog doen met wat plantjes en bloemetjes en zo. Maar ik ga eerst de kamerindeling maken en daarna wil ik mijn kisten... Oh, ik heb zulke plannen, jongens. Zulke goede plannen. En de oorlog is natuurlijk voorbij, maar er ontstaat al een nieuw conflict, voel ik. Om de bloedlijn van Chris. Chris is de ezel van Justin. En de ezel van Justin is al een tijdje dood. Die is al vermoord door King Nevoren, maar hij had een zoon. Dat was een half paard, half ezel. Dat is de bloedlijn van Chris, noemen we het. En daar is nu een beetje een ruzie over of hij nou van Justin is of dat hij nou van King Nevoren is. En ik heb hem stiekem gestolen. En waar die is, ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar goed, dat komt zo meteen wel. We gaan eerst even lekker ons ding doen. Laat ik beginnen met een stukje kamers maken. Dus dat ik gewoon bepaalde vormen en andere dingen maak. Dan hier wil ik even wat gras en bloemetjes toevoegen en misschien boompies. En dan kunnen we beslissen waar de trap is. Zo komt naar de tweede verdieping. En vlekkenstip moet ook een plekje hebben. Nou, pakken we heel veel stone en zo, want het wordt natuurlijk wel allemaal mooie muurtjes. En dan gaan we beginnen. Alright, ik heb best wel een leuke indeling gedaan, al zeg ik het zelf. Het is wel een hele drukke voor de eerste verdieping. Maar je komt binnen, dan heb je hier rechts gelijk een klein kamertje. Ik heb geen idee wat ik hier allemaal ga doen. Dan heb je hier de hoofdhal. Dan heb je, komt hier, twijfel ik, met een soort wenteltrap of met een waterlift dat je omhoog kan en naar beneden voor, you know, snelle access gewoon. Hier komt natuurlijk de mooie master trap, dus gewoon een grote trap omhoog naar de tweede verdieping. Dan ga je hier door. Hier is nog wederom zo'n klein hokje waarvan ik niet weet wat ik mee wil doen. Hier gewoon een gang naar deze kamer. Dit wordt denk ik ook gewoon een leuk gezellige doorloopkamer. Want hier komt natuurlijk die mega brug helemaal naar de overkant. Zodat we naar Justin en Robin toe kunnen. En kijk, je ziet al, ze zijn begonnen met een poort daar. Dus dat is goed. Want dan kunnen we gewoon hoppakee die kant op. En dan zijn we zoveel sneller daar. Dus er gaat vaak door deze gang gelopen worden. Dus dit moet er wel natuurlijk een beetje leuk uitzien. Dan kan je aan het begin kan je ook gelijk hier naar links. Dan heb je een gang deze kant op. Heb je hier weer een ruimte. Geen idee wat ik er nog ga maken. Maar hoppakee, je kan snel doorlopen naar buiten. Dus dat is ook een mooie gang. En dan hier heb je ook nog een verstopte kamer een beetje. Die zit hier helemaal weggestopt. Dat is deze. En hier heb je een doorgang naar deze kamer. Dit is eigenlijk wel een mooie chestroom of zo. Of iets in die richting. Misschien de wapenkamer hier. Ik heb geen idee. Misschien dat ik hem nog iets groter moet maken. Omdat de ramen natuurlijk daar zitten. Maar dat zien we wel. Er gaat een beetje van alle soorten laagjes en weet ik veel wat zitten. Omdat de ramen ook allemaal op een andere hoogte zitten. Kunnen allemaal gekke dingetjes gedaan worden. Laat ik het nu gewoon opvullen. En dan zien jullie hoe het eruit ziet als het daadwerkelijk kamers zijn. Oh ja, en abonneer even. We gaan voor 3000 likes. Nu liken. 3000 likes. Nu. En abonneer. Hallo? Hoi. Wat doe je? Ik heb een kat. Waarom? Is dit die kat uit de Nether? Ja. Ik wou het zeggen, er zat volgens mij een kat. Wat doe je hier met de kat? Dan niet, hè? Nee. Ik wil hem. Ik wil hem. Ja, wacht maar even. Echt? Ja. Dan ga ik even visje halen. Wacht even, hoor. Gaat hij eten? Jopie, prima. Bind hem maar heel even vast aan deze paal hier. Hop. Ja. Oké. Hey. Eentje gaat genoeg zijn, let op. 1, 2. Ik heb er nog eentje nodig. Oh, nee. Kijk, ik doe mijn ogen dicht. Ik heb vertrouwen in jou. Oké, is goed. Ik zie het echt niet, hè. Druk! Ah, ja! Ja! Okay. Misschien is dit genoeg. 1, 2. Ja! Laten we hem bij Dikkie Dikke Sokkie doen. Jopie heet hij, hè? Jopie. Laat maar dat dingetje los. Kom op, Jopie. Hij is dik. Ja, nee, Dikkie is dik. Oh ja. Hij past er niet bij. Weet je wat? Dan ga je er maar een beetje voor zitten. Dit is goed genoeg. Even toch een corrigerende tik. Nee, dat gaan we niet doen. Dit is goed genoeg. Hier, kom. Alsjeblieft. Nou, dankjewel voor Jopie. Alsjeblieft. Ja, geen probleem. Hallo, Jerion Berry. Hallo. Ik hoor jou aankomen lopen. Ik hoor het toen. Kling. Kling. Ik denk, er komt iemand aan. Je armor glimt helemaal wit. Heel raar. Niet meer. Pedobeer. Ik heb een cadeautje voor jou ook. Echt? Ik ben zo terug. Oh, ik kijk uit naar je cadeautje.
Wat is het cadeautje? Wat doe je? Dit is mijn, een van de goede enchantments, die mag je ook hebben. Efficiency 3, unbreaking 3, nou het is yeah! beter dan... Ja, yeah, het is beter dan die poepickaxe die ik nu heb. Let's go! Yeah! Dat is serieus, ik waardeer het wel, het is echt veel beter dan die poepickaxe die ik nu heb. Aan deze enchantments te zien, hoef ik alleen nog maar een betere efficiency erop te zetten. Een betere mending, en that's it, of niet? Fortune. Oh, en fortune natuurlijk. Dus hij heeft je beter dan die hele Maar dat is zo gedaan, dat is serieus zo gedaan. Ik dank u zeer, Jerry. Geen probleem. Hier, ik geef je wel een klapje op je kont. Ah, lekker. Ja, nu zijn allemaal diamonds op, dus ik ga het mijnen. Weet je wat? Kijk, dan heb ik ook een cadeautje voor jou. Dikkie dik. Oh. Krijg je één diamond. Dankjewel. Ik heb gelijk weer gestopt voordat ik dood ga. Houdoe. Joejoe. Oh, hallo. Dat was een heel enthousiast gedag zeggen. Wat kom je doen? Ik dacht, ik heb hem zo goed ingemeten. Heb ik hem een blokje te hoog gedaan. Oh, mijn god. Ja, maar hij wordt ook niet zoals dit. Hij krijgt wel een mooi boogje erin. Het wordt geen rechte brug. Nee, het wordt wel een mooie brug. Dus hij krijgt een beetje een arc erin. De Ark of Noah. Ja, maar naar rechts dan neem ik aan, toch? Wat bedoel je? Nee, van boven. Ja, ze gaat zeg maar... Kijk, je hebt zo'n brug. En je hebt zo'n brug. Als het ware, snap je? Hij wordt een beetje zoals dit. En dan natuurlijk... Zo'n brug. Zeg Kijk. Maar, Oh, nee joh. Dat is weird. Kijk, hij krijgt... Daarom. Hij krijgt zo, zoals dit. Zie je, zo'n wiii. Hoppakee. Dat is wel een mooi, maar dan echt mega groot en machtig. Hoe gaat het hier? Ja, ik had goed. Eigenlijk weer wat steen voor je, dus dat wilde ik komen brengen. Echt? Oh, kom maar. Dan kom maar. Ik heb tegenwoordig een nieuwe stijl bedacht. Ik stop tegenwoordig mijn kisten in de muren. Ja, die gaan niet meer open. Nee, weet dus, ik. Deze wel. Hier, die moet je zijn. Jeemig, nog meer steen. Kijk, en daarom hoef ik gewoon nooit te mijnen in dat opzicht. Omdat ik gewoon altijd steen van jullie krijg. Van iedereen. Niemand wil iets met zijn steen, want het is gewoon zoveel allemaal. Ik ga denk ik een nieuwe oorlog met jou starten. Ik haal hier de scaffoldings naar beneden. Ik sla ze kapot. Nee, want dan gaat dingen dood. Niet doen. Ja. En niet dan doen. Starten wij een nieuwe oorlog. Nee, niet stip of vlek. Die moet toch zijn name tag krijgen. Oh, dan pak ik Berend wel. Nee, ik weet niet eens waar Berend is. Oh, Berend bij villager natuurlijk. Nee, dit zou trouwens meer kosten. Want dit is echt een goede villager ook gewoon. Berend. Laat kwast nou alsjeblieft een keer met rust. Waarom moet iedereen altijd kwast hebben? Laat kwast. Nee, kom terug. Laat kwast nou met rust. Nee, je hebt een brug. Nee, kwast. Robin. Nee, kwast. Waar ben je? Nee, laat kwast met rust. Nee, niet weer. Ik hou van je kwast. Nou, daar gaan ze. Kwast en Robin. Kwast wordt voor de 100 miljoenste keer gestolen. Wat een mooi paard is het ook. Alright, jongens. Ik heb een heel hoop gedaan. Ik heb echt alle kamers al een beetje qua plafond gedaan, qua hoogte en zo. Als je komt nu binnen hier, dan heb je gewoon een leuk halletje zo. Dit heb ik nog niet gedaan, dus... Het is eigenlijk nog niet alles. Want die moet natuurlijk nog gewoon een grote trap komen. Dus daar wacht ik nog eventjes mee. Deze kamer heb ik ook nog niet gedaan. Maar als je hierheen gaat, kom je ook gewoon in zo'n hal uit. En dan hier rechts kom je ook gewoon in zo'n halletje uit. En dan hier kom je gelijk al in een kamertje terecht. Waar ik dacht, hier kan ik misschien een leuk klein gastenslaapkamertje maken. Stel, ik heb een keer mensen die zijn hier en die willen een eigen kistje hebben. En die willen een eigen bed hebben. En weet ik veel wat allemaal. Kunnen ze hier gewoon lekker slapen. Het is gewoon een gastenslaapkamer. Mijn slaapkamer komt natuurlijk op de tweede verdieping. En dan hier heb je deze kamer. Nou, die heb ik ook nog niet af. Dan kom je hier naar. Je is ook nog niet af. Het zijn eigenlijk meer de gangen. Ik denk dat ik één kamer af heb die je net zag. Qua plafond en zo. En voor de rest zijn het alleen maar de gangen die af zijn. Want hier is ook nog niks af. Maar ik vond het voor nu wel heel even genoeg met het interieur. Ik ben al een tijdje bezig. En ik moet eigenlijk nog even wat eten. Want ik ben de afgelopen paar keer ben ik letterlijk golden apples aan het eten. Omdat al mijn eten op is. Dus laat ik even wat spulletjes ditchen. En dan gaan we naar het winkeleiland. Kijk jongens, ik koop even 3 stacks steak. Dat kost in totaal 6 diamonds. Nou, die lever ik mooi in. Dan eet ik. Oh, hebben we weer even genoeg eten voor het aankomende 5 episodes of zo. 4 episodes en dan is het dus misschien alweer op. I don't know. Laten we even gelijk kijken bij mijn eigen winkeltje. Of daar weer licht weer iets is gekocht. Je weet het maar nooit, hè. En hey, 3 diamonds. Nou, ik had er net 6 uitgegeven, dus dat is de helft alweer terugverdiend. En de Totem of Undying zijn op, maar ik zag een briljante comment. Iemand reageerde namelijk dat je blijkbaar in de mansion, als je alle toortjes en alle andere belichting weghaalt, dat dan die vindicators gaan terugspannen. Dan kan je weer nieuwe Totem of Undyings krijgen. Is dat waar, jongens? Reageer nu heel even of dat waar is. Reageer maar, ja, Max, dat is waar. Die respawnen dan. Of gewoon, nee, dat is niet waar. Kies zelf maar. Laten wij eens even lekker
lekker gaan dealen met onze Berend. Ik neem mijn stackboekjes mee voor allemaal nieuwe emeralds. Goeiedag, Berend. Dan wil ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik wil heel veel emeralds voor jou. 12, top. Dan van die 12 wil ik eigenlijk even een nieuw Efficiency 5 boekje. Want die ga ik dan op mijn pickaxe zetten. We moeten natuurlijk een nieuwe brandbreker regelen. Kijk, hoppakee, Efficiency 5. En dan noemen we deze gelijk een brandbreker 2.0. Dit is de brandbreker 2.0, jongens. Nu moeten nog Mending en Fortune 3 op. Oeh, en ik vraag me af of die wel verkocht worden. Oh, maar wacht eens even. Ik heb één enchant ticket van Anne gekregen. Zoals ik mijn boekies meeneem. En daar even heen ga voor wat nieuwe emeralds. Oeh, dan kunnen we misschien wel even kijken of we Fortune kunnen regelen. Want Mending gaat sowieso wel goed komen op het winkeleiland. En als het goed is, zijn de villagers van Anne door dit pad heen. Achter de Sphinx en dan in het dorpje. Maar ik weet het niet zeker. We gaan er in ieder geval gewoon even heen. Kijken of ze daar kunnen... Wat? Wat doet Kwast hier? Oh my god, deze... Robin, die heeft... Wow, mijn stem die verdween helemaal, maar Robin, die heeft Kwast. Oh mijn god, Robin heeft Kwast helemaal hierheen gebracht. Dit is legit echt de grootste toeval die ik ooit heb gehad. Ik weet dat hierachter volgens mij daar alle villetjes zijn van Anne. Of ze heeft ze verplaatst. Maar dit is echt... Dit vind ik echt erg ontzettend grappig. Dat ik Kwast op deze manier heb gevonden. Ja, kijk, hier heb je de villetjes van Anne. Die bevinden zich hier. Depthstrider, Thorns... Mending, oké, dat is misschien om te overwegen, maar ik wil liever die Fortune 3 hebben. Looting 3, Knockback 2, Fletcher, nou daar hebben we sowieso niet zoveel aan, hier ook niet. Featherfalling, Respiration, Sharpness 5, Protection. Nou, ik denk niet dat als ik het zo zie, dat Anne een villager heeft met Fortune 3. Dan moet ik maar Mending regelen, denk ik. Kijk, Unbreaking 3. Ja, dat wordt dan helaas. Nou, dan neem ik wel Mending, is ook prima. Hey, kom eens hier, jongeman. Ja, kom maar. Mending. Oh, mijn god, ik heb net niet genoeg, dat meen je. Nou, jongens, ik heb met een andere villager heb ik even wat nieuwe emeralds kunnen kweken. En waar staat hij? Hier was Mending te vinden. Ja, naast Kwast. Hoppakee, Mending. 1 en 2. Hoppakee. Dan kunnen we Mending ook gelijk op de brandbreker zetten. Nou, Kwast, we gaan er weer vandoor. Tijd om Mending op ons ding te zetten. En dan moeten we Fortune 3 maar kopen, denk ik, bij Kingdom Ford of zo. Of misschien dat ik er eentje kan kopen in de jungle. In de jungle, bij René of zo. Moet ik maar even navragen. Hoe heeft hij Kwast hier gekregen? Huh? Kwast komt helemaal niet door deze muur heen. Hij is hier veel te dik voor. Nee, hij was hier niet dik voor te zijn. Kom hier, Kwast. Hij past hier niet doorheen. Oh mijn god, dat meen je. Kwast, hoe heeft Robin jou ooit hier gekregen als je al niet door dit muurtje heen past? Oh mijn god. Nou, dat wordt een lang avontuur om Kwast helemaal mee naar huis te nemen. Kwast, daar gaan we. Ik weet alleen de route niet, maar dat komt wel goed. Ik denk dat we onze eerste stop gaan bereiken, ons eerste pauzeerpuntje. En dat is als het goed is hier bij de basis van Kingdom Family. Oftewel Edo en Jordi. Maar dat is namelijk best dicht bij Anne. En dat zit hier. Ja, kijk eens aan, daar zijn we al. En ik ben hier een tijdje niet geweest. Oh mijn god, wat lijk ik hier. Wat is hier gaande? Oh my days. Mijn FPS is kapot. Deze massaproductie moet gestopt worden. Mijn computer gaat laggen. Laten we Kwast heel eventjes hier. Hoppakee, vastmaken. En dan ga ik Jordi even aanklagen. Jordi, hallo, ik zie je nametag. Stop de massaproductie. Wat de massaproductie? Ja, van jullie familie. Hoezo? Ik heb hier echt met Mercedes aan 20 fps. Oh, de koeien bedoel je? Ja, jullie massaproductie. Ik ga het vermoorden. Ja, ja, kijk. Zelfs nu merk ik het een beetje met Mercedes uit. Maar oh mijn god, jullie moeten echt een keer gaan vermoorden. Dit kan echt niet. Het is echt te veel. Ik heb geen flame meer, dus... Hier. Ik ga toe kijken hoe jij je familie slacht. Ja. De Robin Ripper. De Robin Ripper, ga je gang. Daar gaat hij hoor. En moorden dat hij doet. Maaien, maaien. Dood. Maaien. Vermoord het allemaal. Maaien. Massamoord. Jezus, alles niet in één brand af. Bad family in the lead. Jezus, wat hebben jullie veel, ouwe. Kijk, het is nog steeds een beetje leggy. Maar het is al beter dan net. Ja, het is nu met Shaders aan, heb ik af en toe vermoeid. Jij moet dood. Dat was hem. Nu is de lek opgelost. Nee, het was serieus. Nu is het echt een stuk beter. Holy crap, ik kon gewoon niet normaal. Ik kwam hier aan en ik denk echt mijn computer ontploft. Kan ik met de paard via de netten terug naar mijn basis? Nee, want jullie hebben jullie poorten onder water. Ja. Oh, dat wordt even ver heen en weer lopen. Dat wordt een hele route door... Weet je wat? Ik laat... Nee, Edo, ik vertrouw Kwast bij jou wel, niet bij Edo. Wat is dit? Hier zo meteen invalt. Ja? Even via de achterkant. Oh, daar kan ik de netherportal in. Oh, dat is slim. Dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dan ga ik met Kwast, want ik zocht echt hulp om dat te doen. Maar dit is echt top. Hoppakee. Au, 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 au. Ik heb een lead, geen zorgen. Kom op, Kwast. Kom maar mee. We gaan er vandoor. Kom, Kwast. Ja.
Je lied. Top, dankjewel. Dag Jerry Jongberry. Kwast. Laten we hopen dat ik jou mee kan nemen door deze route. Ja, dit is een brede route. Kom, kijk. Ja! Oh, je kan de kwast tenminste meenemen. Oh, dit is top, jongens. Dit noem ik nou een goede roleplay. En dan hier dwars doorheen, kijk. Hoppakee. Ja, we kunnen kwast mee naar huis nemen. Oh my days. Wat een onnodig lange avontuur. Zo komen we vredig hier weer aan. Kunnen we kwast weer op zijn plekje doen. Kom kwast. Er doorheen. Er doorheen. Ja, doorlopen. Doorlopen. Iets verder nog. Ietsjes verder. Weet je wat? Kom maar, doe het zo. Ja. Nee. Kwast. 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 Nee. 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 Kwast. Oh mijn god. Kwast is dood. Kwast heeft het niet overleefd. En ik was eindelijk weer thuis. Dit is het enige wat ik nog van hem over... Heb ik zijn zadel? Waar is Kwast zijn zadel? Nee. Nee, Kwast. Nee, ik vind het echt niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Ik had zoveel liefde aan Kwast. Ik had zoveel herinneringen. En nu is hij dood. Hoe kan dat nou? Hoe kan dit nou gebeuren, jongens? Kwast is helaas overleden. Ik heb het gedeeld met de rest. Ik vergeef het Robin nooit. Robin heeft Kwast van me afgenomen. Hij nam me mee. En nu is dit gebeurd. Ik zal het Robin nooit vergeten. Ik zou een monument voor hem bouwen als ik jou was, zegt Toast Matroos. Dat gaan we doen. Kwast krijgt het beste monument dat er ooit is geweest. Volgende video, jongens. Ik maak een kerkhof. Ik maak het graf voor Kwast. Hij krijgt het beste plekje dat hij ooit heeft verdiend. Jordi, hij is dood. Ik heb... Ja. Aandenken. Een aandenken aan Kwast. Ik heb het zadel gevonden. En echt, lag hij er nog, het zadel? Huh, die kon ik niet vinden. Is dit van Kwast? Ja. Oh mijn god. Ik kon het niet vinden, maar ik ga dit gelijk hernoemen. Zadel, Kwast. Maar waar is hij dan dood gegaan? En dan dit is... In jouw is... portaal? Ja, in mijn portaal. Hier, ik heb... Dit is letterlijk Kwast. Oh. Dit is Kwast. Ik heb een item frame nodig. En ik heb wat goeds. Niks is meer goed in de wereld, Jordi. Niks is meer goed. Ik heb ook de lead van Kwast. Dit is alle aandenkers die ik van Kwast heb. Oh, je hebt geen chant. Het is weer zover. Je hebt weer een slechte enchantment. Ik heb twee enchantments. Nee. Ik heb twee enchantments erbij gekregen weer. Deze kan ik eigenlijk samenvoegen. Oh, Fortune 3. En ah ja, deze kan je net samenvoegen. Dat is heel lijp. En dan heb ik Fortune 5. Oh mijn god. Nice. Fortune 5? Huh? Fortune 3. Ik kan het zeggen. Ik ga even wat leer halen bij René. En dan gaan we Kwast herinneren zoals het hoort. Jongens, ik heb leer nodig. Ik heb nu leer nodig. En niet het leer van Kwast, want ik moet item frames maken. Ik moet even voor nu een herinnering maken. Voordat het grafsteen eraan komt. In de kooi waar hij in zat. Oh, en hij heeft nooit echt volledig kunnen genieten met vlekkenstip. Man, waarom moet hij nou doodgaan? Ik vind dit zo ontzettend zet. Oh, waarschijnlijk lagen hier de spullen van Kwast. Die waren door de netherport tot de nether ingegaan. Ah, Rini, ik kom met verdrietig nieuws. Dit is heel verdrietig nieuws. Nee. Ja, het is gebeurd. Wat is er gebeurd? Hij is door de netherport gegaan en hij is gesuffocated in de muur. Ik heb alles van hem. Maar nu is de vraag, mag ik van jou even wat leer lenen zodat ik item frames kan maken? Ja. Hij is dood. Weet je, ik heb een goed idee. Kom mee. Wacht, nee, ik wil mag ik Kwast eerst? En ik wil item frames. Maar ik heb zelf geen leer daarvoor. Oké, ik heb wel een goed idee. Oké, want ik ga een perfecte plek, ga ik hem ook even geven. Zo, ja. Wat is je idee? Want ik ga Kwast wel in zijn stal zitten, waar hij thuis hoort. Aangezien Kwast nooit vervangen zou kunnen worden, ja. Hij dood is, mag je van ons een nieuwe dode Kwast uitzoeken. Een dode Kwast? Omdat dat is Kwast. Is gewoon... de skeleton horse. Ja, dan heb je gewoon Kwast, maar dan zonder velletje. Oh mijn god, weet je wat? Maar dan wil ik wel, mag ik eentje met zadel? Want ik wil niet Kwast zijn zadel. Dat was echt alleen voor Kwast zelf, weet je? Ja, prima. Ja? Mij maar. Ik waardeer het enorm. Dit vind ik echt heel leuk. Nu hebben we een dode Kwast. Dankjewel, Rini. Gewoon Kwast zonder vel of dingetjes. Kwast zonder vel. Maar Kwast zonder huid. Let even op naar de nether gaan. Ja, ik heb het nu ook al gehakt. Dus het zou goed moeten komen nu. Thank you. Alright, jongens. We hebben nu... Au. We hebben nu een dode Kwast. Die nemen we mee. Het zal nooit hetzelfde zijn. Maar ik vind het wel leuk. Dan kunnen we Kwast soort van herinneren als dode Kwast of zo. Hier. Kom op, skeletkwast. Ik weet nog niet hoe ik je moet noemen. Maar laten we heel even een memorabel plekje voor hem maken. Hij wilde die hier altijd vluchten. Dus laten we hier ook een plekje maken. Ah. Wat doe je daar? Jordi, ja. We gaan een memorabel plekje voor hem maken. Ik heb een nieuwe kwast overigens. Dit is dode kwast. Hier. Dit is dode kwast. Maar aangezien kwast hier altijd probeerde te ontsnappen. Zo. En dan hier te zeggen. Zo. Zo.
Kijk, om dan hier kwast zelf in te doen. Hoppakee. Hier is kwast. Wacht, ik heb het. Nee, ik moet het even mooier. Zo, kijk. Op het gouden blok. Dat was een topper. Dat was een goudpaard. Ja. Hebben we kwast. Daaronder moet ik even een kist pakken. Alle donaties uit herinnering voor kwast zijn welkom. Alle goede donaties zijn wel. Ga die echt doneren? Voor kwast. Alles. Je hebt alweer een netherite pickaxe, je grinder. Ik wil hem jou laten zien. Hier, de lead van kwast. En het zadel van kwast. Alle herinneringen en alle donaties zijn welkom voor kwast. Je hebt een barrel erin gedaan, lul. Hij zit in de barrel. Nee, hij zit niet in. Oh, dat kan helemaal niet. Nee. Lul. Wat? Hey, donatie. Nou, weet je wat, hij moet wel inblijven. Het zijn donaties voor kwast, niet voor mij. Barrel terug. Ja, je barrel mag je terug. Vier. Arme kwast. Dit had hij niet verdiend. Dit heeft kwast niet verdiend. Ja, ik heb wel wat leuks. Nou? Oh, je hebt een goede pickaxe weer. De Max Meijer. Met de KS ook echt. Zo, hij is wel goed. Dit is echt een goeie. Zo was mijn brandbreker ook. Jongens, ik wil even een F in de chat voor kwast. Ik wil echt even de grootste. Ik wil even dat jullie allemaal een lief berichtje achterlaten voor kwast. Niet eens gewoon een F, gewoon een lief berichtje. Doe even alle liefde naar kwast. Dat verdient hij. Ah, oh, Berend, nu ben je zo alleen hier. Je had het zo'n leuk uitzicht op kwast. Man, ik vind het echt sneu. Maar voor nu, jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je hem niet hebt gedaan. Reageer. Dan spreek je later, glaasje water, tot de vliegflesbier. Yeah!